Wat vindt u van deze buurt? Wat ik van deze buurt vind? Nou, dat gaat wel een beetje achteruit, vind ik. Hier zo is het vaak onrustig, rumoerig, dat klopt. Ja. Ook wel last van vuurwerk. Bewoners van het Burgemeester Keizerplein in Doesburg ervaren overlast van een groep jongeren. Volgens de gemeente zijn hierover verschillende signalen binnengekomen. Bewoners ervaren veel overlast, qua geluid en misschien soms wat vuurwerk. Maar de jongeren ervaren ook dat ze nergens mogen zijn. Dus ja, je moet altijd een beetje bemiddelen. Binnenkort gaat de burgemeester daarom met omwonenden in gesprek. Ook heeft ze al gesproken met de jongeren zelf. Nou, er zijn afspraken gemaakt over vuurwerk, dat je dat niet doet. En dat je dat eigenlijk, als je dat doet, pas op Oudjaarsdag na 6 uur mag doen. Dat was bij de jongeren vaak niet bekend. Ook gaat er wel eens een balkon op of zo, of op het dak. En dan willen ze niet aanbellen, maar dan klimmen ze naar boven. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus ik hoop dat dat wel een beetje helpt. En wat als de jongeren het wel doen? Nou ja, dan gaan de mensen weer klagen en het melden. Ja, dat is nou eenmaal het spel. De omwonenden die donderdagochtend de supermarkt op het Burgemeester Keizerplein bezochten, hebben over het algemeen weinig last van de jeugd. Ik heb er geen last van. Hoort u wel van andere mensen verhalen daarover? Ik heb wel eens klachten morgen. Die gaat hier in en door weer uit. Hè. Dus, Een jaar of 20 geleden hadden we dat veel meer. Dat is dan wel afgenomen. Je hebt natuurlijk uiteraard plekken waar de jongeren zich ophouden. Maar ja, dat heb je overal wel. Weet je, het is jeugd. Als je je eraan stoort, heb je er last van. Als je denkt van ja, het is erbij, het hoort erbij. Politie doet zijn werk, want ik zie ze regelmatig rijden hier. Meer kan je niet doen. Ik zeg maar zo, wij vroeger op het straat speelden, gingen we ook met de bal op een plek spelen. En voetballen waar mensen minder leuk vonden. Dus en dan heb je iets een andere soort overlast. Maar je moet er ook alles zijn plekken gunnen eigenlijk. Het is eigenlijk van alle tijden, zegt u dan ook. Vind ik wel, ja. Het is van alle tijden, ja.